al dat organisch materiaal wat hier ligt. Dat is gewoon, weet je, het is nu voorjaar. Ja, de grote vraag, zou dit nu allemaal verteerd moeten zijn eigenlijk? Want als je natuurlijk hier weer wil kiemen, als boompje of als plantje of als bloempje. Ja, dan heb je hier natuurlijk niet echt een waanzinnig mooie kiemomgeving aan. Wat heet, de bodem is gewoon bedekt. Er komt geen zonlicht op de bodem. Het is nog ja, heel veel organisch materiaal en misschien ook wel verdicht. Het wordt misschien verzuurd. Dus ja, de grote vraag. Had dit niet, zeg maar nu, allemaal verteerd moeten zijn? En had het hier niet meer zoals dit eruit moeten zien nu? Dieren in ons landschap zouden hebben, dan zou dit waarschijnlijk hier niet liggen. Nee. En zou het allemaal omgezet zijn in mooie, zwarte, vruchtbare grond waar zaden in kunnen kiemen en waar boompjes in kunnen kiemen. En datzelfde geldt voor dit. Als je dit voelt, kijk, het is best wel verdichte, harde bodem. Terwijl toch, hier, organisch materiaal zat. Ja, dit was normaal natuurlijk in het seizoen. Het feit dat je zoveel hebt staan, dit was normaal grotendeels door een dier opgegeten. Ja, was gewoon begraafd. Die had het opgegeten en die had er een compact hoopje mest of keutels van gemaakt. En dan had je al dit gehad, zeg maar. En dat is al veel lichter. Eigenlijk is dit wat je in de moestuin doet als je bewust geen onkruid wil. Precies dat wat je zegt. Weet je, in een moestuin doe je dit bewust om ervoor te zorgen dat er geen onkruid komt. Ja. Maar als je dus een natuurlijk systeem hebt zoals dit, wil je dat juist niet. Want we willen juist dat er een groei is in het systeem. Weet je? We willen juist dat de boompjes ontpoppen, dat de bloemen opkomen. Want dat houdt het systeem levend. Wat wij natuurlijk gedaan hebben in de loop der jaren is dat we al die dieren uitgeroeid hebben. Dus dat wilde zwijn, dat loopt niet meer door het landschap heen. Maar ik denk dat er vroeger liepen hier onwijs veel wilde zwijnen, kuddes. Er waren allerlei dieren die nonstop die dierlijke verstoring zeg maar toebrachten. En ja, dat zijn we nu helemaal kwijtgeraakt in het landschap. En dat is denk ik zonde. Want ik denk dat zonder die dieren is die natuur ook niet aan het floreren. En staat dus heel veel natuur te struggelen in Nederland. Ze zijn niet toevallig in het landschap ontstaan. Die horen natuurlijk bij die bos-ecosystemen en de ecosystemen om de bossen heen. En daar hebben wij ze weggehaald al heel lang. En ik denk dat dat ook effect heeft in lange termijn op hoe de bossen er nu aan toe zijn. De zomereik gaat gewoon op heel veel plekken heel slecht. Mm-hmm. Heel veel taksterfte. Je kan natuurlijk heel snel zeggen, dat is stikstof. Alles is nu stikstof, is de oorzaak. Maar wellicht is het complexer. Ik kwam gisteren eigenlijk tot de conclusie dat ik dacht, ja, we hebben die zwijnen, die houden we op de Veluwe. Want dat is logisch natuurlijk, want in ons huidige landbouwsysteem zouden ze alles verwoesten, weet je. Ze zouden weilanden overhoop gooien. Ja, dus we houden ze op de Veluwe, maar ja, dat is dus waarom ze niet meer in het landschap zijn. Nee, dus is dit een concessie eigenlijk, dat we een gehouden varken, zeg maar, binnen draadjes, dus binnen de omgeving dat wij ze willen, gemanaged is dat. Op de plek wel dat ze hun ding kunnen doen waar ze eigenlijk voor zijn en wat belangrijk is voor die ecosystemen. Maar niet op de maïsakker. Van de buurman, van de buurman. Zitten. Ja. Want die wordt daar niet vrolijk van. En daarmee bootsen we dus eigenlijk het natuurlijke systeem bootsen we na. Maar dan wel kunstmatig of in ieder geval gemanaged. Ja. Waardoor we dus nou ja, zelf bepalen hoe lang blijven die varkens, hoeveel verstoring hebben ze. Hoe gaan we door het landschap heen? En dat is ook nog een moeilijke vraag. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe lang blijft een varken? Hoe lang laat je een varken ergens staan? Ja, dat is nog steeds een moeilijke inschatting. Ik ben dat nog steeds ook aan het leren. Van nou, is het niet iets te ver of is het te kort of is het te lang? De ervaring leert dat je ze snel te lang laat staan, zeg maar. Dus je moet wel zorgen dat je genoeg ruimte hebt om ze in te zetten. Dus gewoon een aantal varkens nemen. En als je heel weinig grond hebt, ja, dan kom je eigenlijk in de problemen. Ondanks dat je intenties goed zijn dat je ze wil inzetten. Alleen dan heb je geen ruimte en je moet ze toch. Ja, je kunt ze niet met een knip in de vingers laten verdwijnen. En dan laat je ze te lang staan. Ja, dan ben je bezig met negatieve verstoring. Ja, dat wil je niet. Dat is niet je intentie, dat geloof ik zonder meer. Ik bedoel, dat hebben wij ook gehad. Maar ja, ze moeten wel ergens naartoe. En als je dan niet ergens naartoe kan, dan staan ze dus te lang. Ja. Het is belangrijk als je dit soort dingen doet, niet te veel dieren. En in ieder geval zorgen dat de plekken die hierna komen er al zijn. Zodat als je denkt, want dit wordt gewoon een inschatting. Ik weet ook niet hoe lang ze hier kunnen lopen. Ik heb geen idee. Het is gewoon observeren. Ja, dat kan jij zien hier dat je denkt, oh, ik schat in dat ze nu klaar zijn. Ja, dan moet je dus weten dat je ze ook die dag dat jij denkt, het is klaar. Of het wordt in één keer heel nat of er verandert wat. Dat je ze ook meteen die dag door kan zetten. Helpen, dat vinden ze ook lekker. Ook lekker? Ja, lekker schrobben. Doen ze ook tegen de bomen, tegen de eik.
Ja. Nou, weet je wat ook wel een interessante gedachte is? Dat die varkens, die zoeken natuurlijk naar eikels in het landschap. Dus die hebben een soort van samenwerking met die eik. Want die zoeken naar die eikels. En wat ze doen als ze zoeken naar die eikels, is die bodem onder die eik, die vroeten ze om. En dat geeft waarschijnlijk dus weer voor, nou ja, de eik lucht in zijn wortels. Weet je, heel veel dingen die wij waarschijnlijk niet eens weten. En tegelijkertijd heeft het varken er eten aan. En krijgen waarschijnlijk eiken weer de kans om te kiemen. Ja, de varken doet een dienst voor de eik. En de eik geeft daar eigenlijk wat voor terug, zeg maar. Het is wel een mooie manier om ernaar te kijken. Dat, het is niet alleen maar dat hij zich voort wil planten met heel veel eikels. Dat gebeurt natuurlijk ook, dat dieren die eikels meenemen en vergeten dat hij zich verspreidt. Maar hij kan natuurlijk zelf de bodem hier niet luchtig genoeg houden. En daar heeft hij een varken voor nodig. En als een deel van zijn eikels opgegeten worden. Oh. Ja, ja, het is, en dat, die twee zijn dus eigenlijk onlosmakelijk, om een mooie term te gebruiken, aan elkaar verbonden. Tof, gewoon die varkens moeten echt weer naar buiten op deze manier. Ja joh, echt. En als je ziet hoe, nou ja, kijk hoe blij ze zijn, zeg maar, hoe enthousiast. Ja, ze zijn ook meteen stil. Ja, ze doen gewoon ja, wat hun, daar zijn ze ooit voor bedacht of ontstaan, zeg maar. Gewoon dit is wat een varken doet. En daarom kun je ze dus ook niet in een betonnen stal houden. Heb jij nog wat te vertellen, meisje? Ik ga hem nog even op de camera.